ontworpen is voor de actie Een Moment voor een Monument. Een hele mooie actie om een drietal monumenten in Helvoort een toekomst te geven. Meneer, moet u mij eventjes een keer een mooie vader schrabbelen, als u mij mist. Voor verkopen. Die doet dan wel een keer mee vanmiddag. 21 punten is 50 gulden, 20 punten een tientje, 19 is 2,50. Zo. Pas op! Hey, op. Ik vind het wel mooi, maar het past niet zo. Is ja, eerst kijk Ferry thuis is geweest. Want het is om 1:30. Het was een jaar geleden dat Ties van der Velde me gevraagd had om iets aan te bieden voor de diensten. Daar had ik eigenlijk niet zo zin in, maar omdat hij het vroeg en zo enthousiast was, ben ik er maar wel op ingegaan. Zoals Ties, daar kwam je niet omheen, hè? Nee, echt niet. Ik heb er geen spijt van, maar ik sta nou wel een beetje te stressen, want ik zit in het eerste blok. En ik heb dat nodig. Dat, want jouw vader zit er ook nog twee keer in, hè, met schilderijen, hè? 10 gulden. Ja, maar die zit veel gunstiger. Die zit ergens op een tweede gedeelte. Augustus zijn. Schilderij van Augustus Brecht. 345 gulden. 345 gulden. Niemand meer dan 345 gulden. Koop hem maar. 345 gulden. Ja, doe maar. Ja. Eenmaal 345 gulden. Andermaal 345 gulden. Wie heeft je ertoe overgehaald om de schilderijen ter beschikking te stellen? In de tijd, vorig jaar is dat begonnen, was Ties van der Velde. Bracht toen twee charmante dames mee. Dus ik ging door de knieën met één schilderij. En nu dit jaar dacht ik vooruit, waarom geen twee? Voor een kunstenaar, zoals jij bent, is dat anders. Want is er een indicatie te geven van wat een schilderij moet kosten? Ja, je maakt zelf wel een prijs, maar... Nou kijk, als ik zelf een prijs moet maken voor een expositie, dan weet ik het. Ik weet dat ik nooit duur ben. Maar in dit geval is alles meegenomen, want het schilderij wordt geschonken op de lijst naar. Want de lijst is kostbaar en ik wil geen geld geven, maar diensten. Ja, maar diensten. Dat is een heel mooi voornemen, daar zal de dienstenveiliging ook ontzettend blij mee zijn. Degene die het gaat doen, jouw schilderij gaat verkopen en ook nog andere dingen, is dit jaar een debutant. Hij staat hiernaast, heb je net kennis meegemaakt, Bart van der Heijden. Bart, wanneer hebben ze jou gevraagd om met de dienstenveiling mee te doen? Ongeveer een week of 4 geleden. Toen waren ze heel wanhopig, want ze hadden niemand. En toen vroegen ze mij, waarom weet ik niet. Hadden ze verder helemaal niemand? Wel, er waren wel mensen, Huub Poels, die zou, als er helemaal niemand was, zou Huub Poels invallen, maar die zou het liever niet doen. En toen hebben ze het mij gevraagd. Maar ik denk dat ze het ook een beetje gedaan hebben, omdat ze wat jong bloed willen betrekken bij het Helvoorts Weekend. Want ja, degenen die het nu doen, die doen het al vrij lang.
En ze zullen ontzettend blij zijn als er nieuwe mensen zijn die meedoen. Hè? Ja, ze willen nieuwe mensen hebben die een aantal jaren mee kunnen gaan. En niet mensen die het al een aantal jaren doen. Gewoon het liefst nieuwe mensen. En jij kunt nog wel een aantal jaren mee, hè? Dat hoop ik. Ja. Zeg, heb je er nou voor geoefend of niet voor zo'n helftweek, voor zo'n dienstenveiling? Weet je wat je nou allemaal moet doen? Want het lijkt mij dat je ontzettend veel dingen moet letten, hè? Op het zet heel verschillende dingen. Echt geoefend heb ik niet. Ik heb wel, ben prins geweest met de carnaval. Het is heel leuk, maar heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Maar ik heb je wel eens soms bezig gezien met de radio en zo. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat. In ieder geval veel succes met je optreden dadelijk. En Toon, ja, hartstikke bedankt namens het Helvers Weekend dat je de schilderij hebt gezocht. Normaal verkoopt hij ze niet. Hè? Normaal verkoopt hij ze niet. Dan kunnen ze niet kopen. Hij komt terug, hoor. Hij komt terug. Waarom hij komt terug? Dat is goed. Met 200 gulden. Dus hè? Ja. Ik dacht dat er 200 gulden aan te komen. 200 gulden, 7 kuub puin. 7 kuub puin. Moet je weten wat... Ik moet meer dan 20 gulden. 20 gulden. Niet meer dan 20 gulden. Daarvoor. En daar is lekker eten bij de Zwarte Leeuw. 100 gulden! Wie gaat eten? Ja, 100 gulden bij de Zwarte Leeuw. We doen er een tientje op, 100 gulden. Twee personen, en hij mag er iets van, hoor. Je hebt 110. 110 aangeboden, 110. 70 gulden. 75 gulden. 75 gulden. Nou, Jan moet iets toeschietelijker zijn, want ik zat allemaal. Je zat niet in de lijn, hoor. Hij is ontsnapt erachter. Ja. De volgende dienst is een emmer bier. Een emmer bier. Hij staat hier op de tafel, een mooi roze emmertje. Gesteld door Koppens MengUnie. En Jan die geeft hij niet zomaar af. Hij begint met 250 gulden. En Jan kent de prijs. Ik weet alleen niet waar Jan is. Ik geloof dat je niet is, Gerard. Dan had hem goede koop. 250 gulden. Zullen we maar beginnen? Ja, 250 gulden. Wie meer dan 250 gulden? Boris Jan nou toch? Jongen. 250 gulden. 8 uur. Ja. 300 dat... gulden? 300 gulden geboden. Get concurrentie, jongen. Get concurrentie. Nee, wij zeggen niet wie. Die blijft anoniem. 300 gulden geboden. 300 gulden. 300 gulden. Hij stak 3 vingers in de lucht. Hij zei, ik denk dat zijn kinderen niet mee op kamp gaan. 310 En de vrachtwagen wordt helemaal gewassen van de vuren. Ja, zeker. Ja. En daarna ook. Van binnen. 310 gulden. 310 gulden hier geboden. Niemand meer dan 310 gulden. 310. Eenmaal 310. Andermaal. 310 gulden. Ze gaan dit jaar het kampgeld kan omlaag, denk ik, van de kinderen. Ja. Hij is niet zo duur vorig jaar. I'm not afraid to
Van Volumia, dankjewel. Oké. Normaal spelen wij altijd 's avonds. Normaal spelen we altijd allemaal voor jongere mensen. Maar dat maakt verder niet uit. Dus als alle jonge mensen even naar voren komen, een beetje swingen, kan echt niet mis. We gaan iets meer doen uit de heupen. Disco Inferno. Dat jij er niet was, dat is morgen. You were made to go on and get her. Remember to let it under your skin. Then you begin to make things better. Oké, Helvoort, even speciaal voor jezelf en voor ons, is gewoon gezellig. Al die armen omhoog, kom op. Oké, doe maar net of je niet gefeest hebt. Alles eruit, de laatste keer. Oké, daar gaan we. We'll be right back.
ze zijn nog niet ingesmeerd, maar dat komt nog, denk ik. Dit wordt spannend, dat zal ik zeggen. We hebben totaal 1 kwartier. We waren wel te laat, maar ja. Ah, hey, het is weer een giraf van 4 kilo. Fout, Bart. Die ken ik. Het is weer een 1. Met daarin 5 huzaartjes. Ze proberen hem eerst alleen in. Daar gaat hij weer. 1. 2. Wout, die laat je even los. 3. Ja, yeah, hij is los. Jawel, zet me neer. Heel goed. Ze hebben hem. Ja.